En vandaag juist met Pasen gebeurt er iets heel unieks. En als we dan zo'n doopdienst hebben als vanmorgen, dan, ik heb het een paar keer gezegd, maar ik begin het ook steeds bewuster te beleven van ja, als ik me opnieuw zou mogen laten dopen, dan zou ik dat toch echt met Pasen willen doen. En ik wil heel even, heel kort met jullie stilstaan over van waarom dat nou zo bijzonder is, wat er hier gebeurt. We hebben aan het begin van deze dienst, hebben we die tekst gelezen over de opstanding van Jezus Christus. En de opstanding van Jezus Christus, lieve mensen, is niet in een of andere alleen een historische gebeurtenis of een mooi verhaal, maar is echt de verandering van de hele geschiedenis. De hele geschiedenis is daardoor totaal een andere kant opgegaan. En weet je wat je doet als je je laat dopen? En dit zinnetje heb ik even opgeschreven. De doop verbindt je met een persoon en zijn werk. Het is geen belijdenis. Het is ook geen mentale overtuiging. En het is ook geen verklaring van goed gedrag. Het is een vrijwillige en publieke keuze van overgave en verbondenheid aan een persoon en zijn werk. Jezus Christus. Wat hier vandaag gebeurt, is dat hier vier mensen zijn die zeggen, ik wil mijn leven verbinden met de opgestaande Heer. En soms, ik dacht er zelfs over na, en dan moeten straks degenen die gaan dopen, moeten hierdoor niet in de war komen. Maar wij zeggen heel vaak, wij dopen je op grond van je belijdenis. En dan zou je bijna denken dat het een soort kerkelijk rite is en je hebt belijdenis gedaan en daardoor ga je ook kopje onder. Alleen het is veel meer. De belijdenis heeft een bepaalde inhoud en de belijdenis is wel het getuigenis wat ze van tevoren vertellen. En het getuigenis heeft alles te maken met dat ze zeggen, ik kies om mijn leven te verbinden met iemand anders leven. Trouwens, zelfs in de geschiedenis vind je dat terug, want in de tijd waarin Jezus zelf leefde, was de doop van Jezus was niet de enige doop. Je had ook de doop van Johannes en je had veel meer dopen. En voor iedereen daar in die tijd was het gewoon bekend, was het normaal. Ja, als je je laat dopen door iemand, degene die jou dan doopt, dat is dan de persoon waarmee jij je verbindt. Jouw leven verbind je met die persoon, zijn leven en zijn leer en zijn werk. En dat is waarom je zelfs in de Bijbel op verschillende plekken ziet van, oh, ben je door Johannes gedoopt? Paulus zegt dat zelfs van, ik heb zo weinig mogelijk mensen gedoopt, zodat mensen niet zich zouden verbinden met mij, maar ik wil ze zoveel mogelijk verbinden met Jezus. Maar het is belangrijk dat we dat vandaag wel gaan beseffen. Want soms maken we van de doop zoiets ingewikkeld. Dan moet je cursussen vervolgen, dan moet je de juiste bewoording voor vinden, dan moet je de juiste dingen voor doen. En het wordt zoiets wat wij doen. Maar eigenlijk in essentie heeft ook de doop alles te maken met niet wat wij doen of niet doen of hebben gedaan of niet hebben gedaan. Maar wat hij heeft gedaan. Jezus Christus, Zoon van God. Die liederen die we net zongen, die zingen er allemaal uit. Waardig is het Lam. Greatest day in history. Death is beaten. And we have victory. De dood is overwonnen en wij hebben daar de overwinning van. Daar mogen wij in leven. Ik wil jullie een paar teksten laten zien. Ja, daar zijn we weer. Van eerst even de persoon. Over dat stukje van de doop verbind je met een persoon. Matthäus 3 vers 16, daar zie je het bij Jezus zelf. Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de geest van God als een duif op hem neerdaalde. Er gebeurde iets en hier daalde de geest zelf op hem neer. In Matthäus 28, daar staat, in vers 19, daar zegt Jezus tegen zijn discipelen, ga dus op weg, maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest is niet een of ander zinnetje die je op de juiste manier moet zeggen. Maar wat hier staat is dat Jezus zegt dat al die discipelen, al die volgelingen verbonden mogen worden met God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Dat is de doop. Je verbindt je met de liefde van de Vader. Die zegen die bidden we ook heel vaak uit aan het eind van de dienst. En dat komt direct uit een tekst. En met de genade van Jezus Christus en de gemeenschap, de relatie van de Heilige Geest. En die doop symboliseert dat geheel. Dat jij je verbindt met God zelf.
Man, ik heb discussies heb ik gehoord en gezien en gelezen en theologieën en theorieën over van hoe je de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, over hoe je dat zou moeten zeggen als iemand zich doopt. Of je het zo moet zeggen of zus moet zeggen. En je is alleen op de naam van Jezus of je de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest met de doop van Jezus. Allemaal interessant. Maar God kijkt niet naar hoe wij het formuleren. Maar God kijkt naar wat er in onze geest gebeurt. En dat is wat deze vier mensen hier ook vandaag doen. Zij zeggen, ik wil me verbinden met God zelf. Dat is waarom wij het ook bij volwassenen doen, omdat het een keuze is van ieder individu zelf. Dat je zelf kiest, ik geef mij over. Dat vinden wij mensen het allermoeilijkst. Wij willen het zelf doen, zelf bepalen. Maar je wordt gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dus de opdracht die Jezus zijn discipelen, zijn kerk gaf. Zorg dat iedereen verbonden wordt met mij, met God zelf. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Nog een tekst die dat heel mooi duidelijk maakt. Galaten 3, vers 27. Daar staat, u allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Soms dan heb ik allerlei, zo vaak, dat ook zelfs discussies, moet men nou wel laten dopen of niet laten dopen. En als de doop een ingewikkeld, complex iets wordt wat te maken heeft met een overtuiging, een mening of zelfs een theologie, dan wordt ook de discussie erover gigantisch ingewikkeld. Maar het is bij wijze van spreken wat we doen. We praten de hele tijd over het huwelijk, hoe het zou moeten en hoe dit zou doen en hoe je de trouwerij zou moeten inrichten. Een zus of zo en hoe het eruit zou zien. Alleen we gaan nooit trouwen en genieten van het huwelijk. Maar de keuze van het huwelijk is in essentie dat een man en een vrouw voor elkaar kiezen. De keuze van de doop is dat de mens kiest voor relatie met Jezus. Voor hem. Dat je met hem bekleed wordt en dat je dat werk van hem aan het kruis omarmt voor jouw leven. En dat je dat publiekelijk aan iedereen bekend maakt en zegt, ik hoor bij Jezus. Ik wandel in zijn genade. Ik ben een nieuwe schepping en ik ben nooit meer dezelfde. Want Jezus Christus is voor mij opgestaan en alle zonden die mij in mijn greep hadden, heeft hij aan het kruis genageld. En ik laat me dopen om daarbij te horen. Dat is de doop. Halleluja. Geen theologie, maar een persoon. Geen belijdenis, maar een verbondenheid. Een verbintenis. Een verbintenis met Jezus. Door de doop één met hem. En met hem omkleed. Dus je verbindt je met hem als persoon. Maar je verbindt je ook met zijn werk. Even een paar teksten over Jezus' werk. Romeinen 3 vers 22, daar staat, God schenkt vrijspraak aan alle die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid. Er zijn meerdere van die leuke teksten waarin je ziet dat de Vader niet bij de ene door de vingers kijkt en bij de andere niet. Hij heeft geen onderscheid. Iedereen die bij Jezus komt, die schenkt God vrijspraak. Iedereen. Of je nou heel slim of heel minder slim of heel mooi of heel, weet ik, dat, zo kijkt God niet eens mooi en lelijk, zo kijken wij. God, er is geen onderscheid. Vers 23 vertelt ons de realiteit. Iedereen heeft gezondigd en dat woord gezondigd betekent iedereen heeft zijn doel gemist. En ontbeert de nabijheid van God, mist de aanwezigheid van God zelf. En iedereen wordt uit genade die niets kost. Genade is niet te verdienen, alleen maar te ontvangen en te krijgen. En je moet wel naar de persoon die het je geeft. En dat is Jezus. Dat is het enige wat je hoeft te doen, naar Jezus te gaan. En zeggen, Heer Jezus, ik heb het ook nodig. Ik wil het ontvangen. Iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen. Omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. Elke gedachte, elke poging, elke theologie die hier wat aan afdoet, is wat mij betreft een belediging voor het werk van Jezus aan het kruis. Iedereen die elke manier van denken, die daar wat aan toevoegt, die heeft de neiging om te zeggen, ik wil hier toch wel eventjes wat aan toevoegen. Maar het is Jezus en Jezus en Jezus en Jezus en Jezus alleen. Hij, vers 25, niet jij of ik of wij, maar hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. En een ander woord voor geloof is vertrouwen. Voor wie vertrouwt in Jezus? Als jij kiest om je te laten dopen, kies je om je te verbinden met hem, met een persoon.
En dit is zijn werk. Het werk van Jezus Christus is jou bevrijden. Jou reinigen. Romeinen 8 vers 11 zegt er ook. Sorry, ik ga iets te snel. Wat gebeurt er met jou als jij je verbindt met dat werk van Jezus Christus? Wat hij heeft gedaan. Jezus die is aan het kruis gegaan in opdracht van de Vader. Dan gebeurt dit. Colossenzen 2 vanaf vers 12. Toen u gedoopt werd, bent u immers met hem begraven. En met hem bent u ook tot leven gewekt. Omdat u gelooft in de kracht van God en die hem uit de dood heeft opgewekt. U was dood door uw zonde en door uw onbesneden staat. Maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt. Dus het feest wat wij vandaag vieren met Pasen is niet alleen de opstanding van Jezus, maar ook jouw opstanding. Mijn opstanding. Opstanding in hem. Ik mag leven omdat hij is opgestaan. Ik weet wel, vroeger kwam ik in de kerk en dan had je dan Pasen. Ik was zo'n klein ukkie en dan had je van de mensen die bij de deur stonden. En dan geef je ze hand en dan zeiden ze, de Heer is waarlijk opgestaan. En ja, zo ging als kind kijk je nooit altijd naar wat er gezegd is. Want waarlijk en opgestaan snap je niet eens. Dus je kijkt naar het gezicht. En in mijn beleving dacht ik van, de Heer is waarlijk opgestaan. Oeh, dat is wel iets heel ernstigs. Maar de Heer is opgestaan. Hij is opgestaan en daardoor mag jij opstaan. Daarom mogen wij feest vieren. Daarom, ik zag jullie net zo heerlijk dansen met jullie twee of met z'n allen hiervoor. Heerlijk. Ik zag jullie helemaal uit jullie dak gaan. Want dat is wat er gebeurt. Hij is opgestaan en nu mogen jullie opstaan. Come on. U was dood. Maar God heeft u samen, vers 13, met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold. Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten. Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd. Als jij je verbindt met de persoon Jezus Christus, dan verbind je je ook met zijn werk. En de vrucht van zijn werk is dan jouw deel. Deze overwinning is jouw deel. En het staat ook in Romeinen hoofdstuk 8, laten we die ook nog eens lezen. Want als de geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent levend maken door zijn geest die in u leeft. De Heilige Geest bewerkt in jou het volbrachte werk van Jezus Christus aan het kruis. Daarom is Pasen en Pinksteren, die zijn zo prachtig aan elkaar verbonden. Met Pasen vieren we wat Jezus heeft gedaan. En dat we daarvan uit mogen opstaan. En met Pinksteren vieren we dat de Vader zijn geest heeft gezonden om ons te helpen op te staan in Jezus Christus. God heeft ons alles gegeven, joh, wat we nodig hebben. Wij willen het zo vaak zelf doen en het allemaal zelf bepalen en zelf redden en zelf beleiden. Maar de doop is niet een belijdenis, is niet iets wat jij van overtuigd bent. Maar de doop is je verbinden met een persoon en zijn werk en zijn zegeningen. Nou, en dan kan ik niet anders dan eindigen met deze tekst. Handelingen 22 vers 16. Wat aarzel je dan nog? Sta op, laat je dopen, laat je zonde wegwassen terwijl je zijn naam aanroept. Dat is zoals het in de Bijbel ging. Wat aarzel je dan nog? En wij aarzelen soms nog zoveel. Maar als je dit begint te begrijpen. En je snijdt het allemaal even los van de theologie en de meningen enzovoort. Maar je ontdekt er is een persoon, Jezus Christus. Die heeft voor mij dit gedaan. En als ik naar hem toe ga, dan worden al mijn zonden afgewassen. Man, wat aarzel je dan nog? Wat aarzel je dan nog? Laat je dopen. En weet je, wij maken er iets van. En dat doen we straks ook. Het is goed om het getuigenis te horen. Maar in principe, als je er zin in hebt, vlak voordat je ondergaat, dan mag je gewoon zeggen, Jezus! Want dat is wat hier staat. Terwijl je zijn naam aanroept. En soms denken we, mag roepen wel in de kerk. Nou, er zijn zulke mooie teksten dat Jezus zelf ook riep. Dat hij uitroept, Vader, of er staat, hij schreeuwde, of hij juichte, dus dan juichte heel hard. En dan zegt hij, Vader, dank u wel dat u dit aan gewone mensen heeft geopenbaard. Dus wat aarzel je dan nog? Jezus is voor jou opgestaan uit de dood. Zijn leven is nu jouw leven. Je verbindt je niet, het is geen belijdenis van morgen. In die zin, of een theologie, of iets wat jij doet. Je
het is natuurlijk wel een stukje belijdenis in die zin dat jij belijdt dat je Jezus nodig hebt. Zijn werk, zijn opstanding, zijn genade, zijn leven. Dat is de doop. Nou, we hebben alweer een nieuwe doopdienst gepland, by the way. Volgens mij in de laatste maand van mei, of in de eerste week van, of eerste twee, of de laatste maand van mei, laatste week van mei, of in de tweede zondag van juni kan het zijn. Dus als je zegt, naar aanleiding van vanmorgen, wat aast je nog? Ik wil dit ook. Maar dat is niet waarom ik deze preek gehouden heb. Ik heb deze preek gehouden om gewoon jullie te tonen, vanuit Gods woord, wat de doop inhoudt. Zullen we samen met elkaar gaan staan? Ik ga die tekst of dat zinnetje die ik aan het begin las nog één keer weer lezen. De doop verbindt je met een persoon en zijn werk en zijn leven. Het is geen belijdenis, mentale overtuiging of verklaring van goed gedrag. Het is een vrijwillige en publieke keuze van overgave en verbondenheid aan het leven en de persoon in wiens naam je gedoopt wordt. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hemelse Vader. Vol ontzag staan wij hier vanmorgen, omdat u ons deze gave gegeven heeft. Heer, we lazen het zo mooi. Genade die niets kost, die niet te verdienen is, maar die u wel geeft als gunst voor ieder die het wil ontvangen. Voor ieder die gelooft, voor ieder die vertrouwt in u. En dan is die belofte zo groot dat u zegt al je zonden. Ik was ze weg en je wordt inderdaad witter dan sneeuw. Niet door jouw werk, maar door mijn werk. Heer, en zo als we al gedoopt zijn, of als we nog niet gedoopt zijn, eigenlijk is ook dat een buitenkant. Maar deze ochtend met Pasen bovenal, verbinden wij ons opnieuw met u. Jezus Christus, met u als persoon. En we ontvangen vanuit genade al die zegeningen die daarbij horen. Een nieuw opstandingsleven. Wij mogen nu opstaan in u en met u en door u. Want in u en uit u en tot u zijn alle dingen. Heer, als we zo even gaan luisteren naar waarom deze vier fantastische scheppingen van u hebben gekozen om zich te verbinden met hun schepper. Heer, dan bid ik dat daar dwars doorheen, door alle getuigenissen heen, door de liederen heen en door alles heen van deze ochtend heen. U door uw geest, uw Zoon Jezus Christus, aan ons gaat openbaren. In de naam van Jezus. Halleluja. Amen.